achter, kijk van mijn tv. Ja, Nicky Beert. Nicky is aan de beurt. Om, je bent al 3 keer geweest, en nu is Nicky. Nicky is aan de beurt. Nicky wel zo ver kan gaan. Kom eens. Nicky is aan de beurt. Pak hem maar, Nick. Hey. Je bent 3 keer geweest. Ja, en zo ging het nog wel even door, Peter. Het filmpje stopte hier dus. Nee, het is een filmpje van een masterstudent van mij afgelopen jaar. Wat zij uit eigen beweging heeft gemaakt in het kader van mediaopvoeding, wat ik doseer. En ja, haar insteek was iets van, nou, dit is een huiselijke situatie. De media die zijn op die hele jonge leeftijd zijn ze aanwezig. En daar moet je dus als ouder en als kind mee leren omgaan. Ja. Aan de andere kant denk ik van ja, het is eigenlijk gewoon ook niet anders dan vroeger. He, ook misschien met spelletjes Halma spelen of Monopoly. Weer televisie. Ook daar en ook met televisie kijken. Ja, er zitten gewoon soms grenzen aan. Het houdt soms eventjes op. En daar moet je mee leren omgaan. En ja, in die zin is mediaopvoeding gewoon een onderdeel van de totale opvoeding. Ja, maar we eindigden net met het gesprek aangaan. Is dit dan de manier om dat gesprek aan te gaan? Of hoe moet je dat dan vervolgens in de praktijk brengen? De moeder hoorden we hier niet. Ze nam het kind op schoot en probeerde dus dat kind gerust te stellen. De vader zei ze van ja, je bent al geweest en nou is het afgelopen. Dus regel nogal kort af. Andere student trouwens gisteravond die we hoorden bij een bijeenkomst. Die heeft ook onderzoek gedaan naar ouders en de mediaopvoeding. En haar constatering was dat ouders erover willen praten. Maar vaders eigenlijk wat kort af waren vaak. De moeders zijn meer geneigd om te praten en uit te leggen. Te luisteren naar kinderen. Ja, dat zijn verschillen, maar dat is in het algemeen denk ik in de opvoeding. Ja, maar hoe moet je dan vervolgens te werk gaan? Tweede gedeelte staat even teken van de digitale etiketten. Moet je regels opstellen als ouders? Wat is de gang der zaken? Hoe moet je dat aanpakken? Wat gisteren bleek ook trouwens in dat onderzoek. Die studenten had een 20-tal gezinnen geïnterviewd. Dat ouders eigenlijk alleen maar regels opstellen op het moment dat er iets misgaat. Mm-hmm. Dus regels komen niet van nature al mee bij de media, bij het mediagebruik. Maar die ontstaan op het moment dat je ziet van hé, er gaat iets mis. Oké, nou dan gaan we gewoon afspraken maken. En, dus dat is wel interessant maar ook voor jou. Ja. Nou, mijn indruk is dat die mediaopvoeding, we weten dat ouders dus regels kunnen stellen en dat ook doen. Afspraken maken over wat mag, wanneer, hoe laat, hoe ga je met dingen om, die etiketten. Daarnaast het praten, het uitleggen, het duiden van media, de actieve media, mediatie zoals dat dan genoemd wordt. En samen genieten, samen kijken, samen spelen, samen voorlezen. Het zijn allemaal verschillende strategieën en ouders die passen dat te pas en te onpas, wanneer dat aan de orde is, passen dat toe. En In het onderzoek is het eigenlijk vaak onduidelijk van ja, komt het een nou voor het ander? Is het nou van dat ouders gaan uitleggen en dat kinderen daardoor beter gaan begrijpen hoe die media functioneren en dat ze dat dan gaan interpreteren? Ik kijk eigenlijk steeds meer heb ik toch de indruk dat ouders volgend zijn in die ontwikkeling van die kinderen, waar die kinderen mee bezig zijn met die media, wat ze gaan opzoeken, waar die voorkeuren liggen, waar ze naartoe willen. En wanneer ze ja, gaan hiven of Facebook, dat soort sociale media willen gaan gebruiken, dan zie je dat ook in de opbouw van die leeftijd, hè, met de leeftijd van kinderen, dat ouders dan opeens veel meer daarover gaan praten. Ja. Naarmate die kinderen ouder worden en dat dus heel populair gaat worden. Maar dat is dus te laat eigenlijk? Nee, ik denk dat het gewoon altijd wel op tijd is. Dat ouders dat best wel redelijk in de gaten hebben. Volgens de wetenschap is er niks aan de hand volgens mij vanmiddag. Maar, ja. Nou, niks aan de hand is misschien heel sterk uitdrukkelijk. Maar ik denk niet, tenminste, wat ik vooral niet wil doen, is dat ouders juist helemaal niks weten. En dat ze niet zich niet willen bemoeien met die mediaopvoeding. Integendeel, ik denk dat die ouders juist heel erg betrokken zijn bij wat kinderen doen met media. Ja. Misschien dat ze niet altijd precies weten, dat ze niet goede informatie hebben, maar dat ze het beste met hun kind voor hebben, ja. Vanuit hun eigen idealen. En dat kan zijn van geef ze maar op een 3-jarige leeftijd alvast een televisietoestel of geef ze maar een smartphone als ze 5 zijn. Dat kan hun ideaal zijn. Ja, maar het is wel vanuit een positieve grondhouding dat ouders dat willen doen. Ja, en het is denk ik ook heel natuurlijk dat je regels en grenzen gaat stellen op het moment dat je tegen een situatie aanloopt. Precies. Dat je weet dat het dan nodig is. Ja. Dat je het dan doet, is ook wel heel erg handig. Maar wat voor grenzen moet je dan stellen? De telefoon afpakken?
Nee, gewoon een straf. Ze beginnen met. Ja, dat is straf, ja. Pedagogisch tik. Dat kan ook doen. En ze beginnen met afspraken over het gebruik van. Dus de tijd die je met iets bezig kan zijn. Een aantal periode dat je tv kunt kijken. Dus wat zat het verdeeld in de tijdsduur en het moment en de inhoud. Hè? Dus regels over wat ze wel en niet mogen zien. Daar zie je ook wel verschillen tussen soorten ouders. Hoogopgeleide ouders doen dat weer anders dan laagopgeleide ouders. Er wordt ook bijvoorbeeld naar aanleiding van dat onderzoek wat jullie al een tijdje geleden gedaan hebben over games, viel mij ook op dat, en dat blijkt nu ook, hè, dat kijkwijzer veel vaker gebruikt wordt door lager opgeleide ouders. De hoogopgeleide ouders die gooien er eigenlijk veel meer met de pet naar als het gaat om nadenken over wat zou wel of niet geschikt of mogelijk schadelijk voor mijn kind kunnen zijn. Dat soort regels eigenlijk. Hè? Van je mag als je 5 jaar bent, mag je nog niet een film kijken waar kijkwijzer 9 op staat. Dat is een regel. En dan is het ook belangrijk dat je hem handhaaft. Want anders dan denken die kinderen, die regels die stellen in mijn gezin niks voor. En dan weten we inmiddels ook uit onderzoek, maar het zijn onderzoekers hier die dat waarschijnlijk veel beter weten. Dat als je kinderen dat soort regels geeft, dat ze dus leren reflecteren over hun eigen gedrag naar aanleiding van die regels. Je geeft eigenlijk jouw paar ogen, waardoor ze ook naar hun eigen gedrag gaan kijken. En dat is een leerproces. Dat ze zich uiteindelijk er veiliger gaan gedragen ten opzichte van zichzelf en van anderen. Maar dat geldt ook als het gaat over alcohol en drugs enzovoort. En dus die grenzen die zijn heel erg belangrijk voor dat ontwikkeling van het geweten en dat eigen idee van wat is goed, wat is niet goed. Mm-hmm. En die reflectie dus. Ja, grenzen en regels stellen is veel minder frustrerend voor een mens op lange termijn als we heel vaak denken. Sterker nog, er is onderzoek waaruit blijkt dat als je dat je hierdoor de wilskracht van mensen traint. Nou, prachtig traint. Boek over geschreven ook, hè? Ja. En dat wilskracht een van de grote succesfactoren voorspellers is. Ja, frustratietolerantie. Dus loop maar ergens tegenaan. En dan gaan kinderen, dat is het leuke van de creativiteit van kinderen in zo'n situatie, dan gaan ze op zoek naar de mazen van het net. En het is prachtig om te zien dat je bijvoorbeeld een contract afspreekt dat ze 1 uur per dag met een game bezig mogen zijn. Dat heb ik een keer meegemaakt. En dat ik dat een contract met allebei mijn kinderen voor 1 uur had. En dat als de een aan het gamen was, mocht de ander met de ander meedoen, hadden ze allebei 2 uur. Nou, dat is toch prachtig als je dat ziet, hoe ze daarmee bezig zijn. Het zijn toch allemaal gewoon opvoedkundige dingen. Ja. Het is niet specifiek voor mediaopvoeding. Ik denk, één aspect wat ik zelf merk bij mijn kinderen, wat wel te maken heeft met een technologische ontwikkeling, dat is, je kan als ouder heel veel dingen opmerken en in de gaten houden, maar die smartphone, die hebben ze overal bij. Dus, en je kan ze niet overal volgen. Dus waar het gevoel wat ik heb, maar dat is echt meer gewoon als ouder, is dat het nog belangrijker wordt om te zorgen dat de vertrouwensband die er is, dat die zo sterk is dat ze blijven delen waar ze mee bezig zijn. Op het moment dat ze dingen stiekem willen gaan doen, dan lukt het ze toch wel. Ja. Wij hebben met onze jongste, die hebben op een bepaald moment ook gezegd van die game. En wat ik ken het fenomeen dat die kijkwijzers en die leeftijdsindicaties, daar heb je soms ook het gevoel van, maar mijn kind dit en mijn kind dat en die weet het wel te plaatsen. Maar wij hebben 1 game die we gewoon verboden hebben. Ik weet zeker dat hij dat af en toe wel doet. Maar ik ben al lang blij dat hij af en toe ook gewoon zegt dat hij het gedaan heeft. Hoe oud is die? Die is 13. Oh ja, nou ja, net als dat hij porno kijkt bijvoorbeeld. Dat maar ik, zoiets... porno vind ik een... Dat is een Zeggen dat je dat niet wilt. Maar onze kinderen zijn gewoon, ze worden ook de porn generation genoemd. Zij hebben meer porno gezien dan wij op ons 40 of 50. En daar kan je niks tegen doen. Je kan dat proberen wat te beperken. Maar ook al... Maar is het niet specifiek dan voor de nieuwe media, waar je afgezien van die algemene regels van de normale opvoeding, je daar toch goed op in kunt spelen? Nou ja, een van de dingen wat je wel merkt bij ouders is dat een van de belangrijkste vragen die ze nu hebben is van dat time management. Hè? Dus inderdaad van al die beeldschermen die er in huis zijn met 24 uur per dag overal wel ergens iets van informatie en content. Wifi op de wc. En hoe krijg je het voor elkaar dat je kinderen daar
op een gezonde manier mee omgaan, maar tegelijkertijd ook nog een huiswerk doen. Op tijd naar bed gaan, op tijd aan tafel. Daar gaat mijn nieuwe boek over. Dat focussen goed, hè? En weer even in drie zinnen dan. Wat is de uitkomst, Justine? Dat een probleem is in alle gezinnen in Nederland. En dat het dus ook, als je niet weet hoe je daarmee moet omgaan, hoe je daar met je kinderen over moet praten, dan gaat het ook ten koste van alle andere leuke gesprekken die je zou kunnen hebben over hoe je media op een leuke manier zou kunnen inzetten. Dan gaat het alleen nog maar over die ruzies van die tijdsbesteding. En als je dat weet te tackelen, en daar geef ik dus handvatten voor, dan kan je het daarna ook nog eens hebben over dingen waarmee je ze kunt optillen. Dat je ze kunt leren games maken thuis. In de herfstvakantie als het regent, in plaats van ze bewusteloos achter de tv te zetten. Of achter een game. Dat je kunt zeggen van, nou, je kunt zelf ook een game maken. Zal ik je helpen? Dan kan je ook van alles aanreiken. En een tijdslot om het te controleren, is dat wat? Nou, alsjeblieft niet. ik kijk er anders tegenaan, want ik had een foto meegebracht van hoe mijn gezin tegenwoordig mediabesteding doet. Die hebben wij volgens mij, dus misschien vertel verder, dan komt hij vanzelf tevoorschijn. Als je een doordeweekse avond bij ons, dan zit mijn vrouw achter de Mac. Ik kijk tv, maar ik heb mijn laptop in de schoot. Mijn zoon. Het is geen Mac, het is een Dell. Nou, dat is die van hem. Dat is een fake Mac. Dat is een Dell met twee appeltjes erop. Dat is de oude van hem. En mijn jongste zoon die is dan niet in beeld, maar die ligt dan ook nog met de iPad. Het enige wat mij stoort aan dit tafereel is het feit dat zij niet rechtop zitten in de zetel. Dat ze hangen. Want dat is gewoon slecht voor hun fysiek. Maar ik heb het gevoel dat... Het is toch veel leuker als je met z'n allen ganzenborden rond de tafel zit. Hè? Nou, nee, want dat ben ik het helemaal niet mee eens. Ik vind, ik moet mijn kinderen opvoeden voor een tijd die eraan komt, waarbij we altijd, overal, via schermen, multiple layers of information moeten kunnen behappen. De Google-bril, die is er al. Als je die opzet, dan heb je eigenlijk constant een ander scherm voor je. Ik heb eerder het gevoel, ik moet zelf zorgen dat ik dat multiple screen leven, dat ik me daar een beetje goed in begin te voelen. En het is echt niet zo dat omdat wij zo zitten, dat wij als gezin minder interactie met elkaar hebben. Meer zelfs, want er gebeuren vier verschillende dingen, waar we vroeger alleen maar met z'n allen naar tv zaten te kijken, gebeuren er nu vier verschillende dingen. En er wordt regelmatig over geroepen, niet altijd even luid, maar gelachen. En dan, waar ben je mee aan het lachen? Nou, dan kijken we met z'n allen samen. Dus ik zie schermtijd niet per definitie als iets wat geregeld moet worden of beperkt moet worden. Aspect wat u noemde, zeg ik, ja, uiteraard zijn er situaties waarin. Op het moment dat je merkt dat het een slaaptekort geeft, dan denk je van ja, dat is een goede reden om het gesprek aan te gaan. Nou, zie, daar heb je er al eentje, maar zo heb je er nog wel een aantal hoor. Je hebt bijvoorbeeld kinderen die, er wordt dan over geklaagd dat ze gewoon zoveel schermtijd krijgen in bepaalde gezinnen. Bij mij natuurlijk niet en bij jou ook niet. Natuurlijk niet. Dat ze nooit meer bewegen. Hè? Dat ze te weinig bewegen. Of dat ze zoveel schermtijd hebben. En dat zijn gewoon gevestigde psychiaters die onderzoek daarnaar doen. Daar heb ik verder ook niet zoveel mee te maken. Maar die zeggen, op het moment dat kinderen niet voldoende leren hoe ze elkaar moeten aankijken in het gesprek. We hebben dat gemerkt. Ik zeg dat ook altijd op oude avond. Ik geef ook van die oude avond. Dan zijn ze een jaar of 10 en dan kunnen ze je nog heel goed aankijken. Dan begrijpen ze ook je gezichtsuitdrukking en dan reageren ze daarop. Die kunnen ze goed interpreteren. Op een gegeven moment dan vooral bij jongetjes, dan komt die testosterongolf en zo. En dan zakt dat vermogen om die non-verbale communicatie te begrijpen. Ja. En dan worden ze daar eventjes een bepaalde periode heel slecht in. Ja. En dan als je dan heel veel input nodig. Ja, en dan als je dan zo doet, bijvoorbeeld van, weet je nog wel, toen ze 10 waren, dat je dan deed van, hallo, ben je er nog? Zie je me wel? Hoor je me wel? Dat moment. Dan weet je, nu is de puberteit ingetreden. En vervolgens dan groeit dat. Dan die hersenen die zijn van alles en nog wat aan het doen. Maar in die training die ze krijgen, komt dat weer goed. En dan worden ze er beter in dan dat ze waren. En dan worden ze volwassen. Hè? Dat ze heel goed kunnen, dit ene blikje, dat was het. Dat ze dat weten. En het schijnt nu dat als je dus in die puberteit, in die belangrijke kritische fase waarin je dat moet leren, niet voldoende training daarin krijgt, dat je het dan dus ook niet meer leert. En dat je het mist. Want op een gegeven moment worden al die verbindingen gesnoeid en wordt er weer wat efficiënt weggehaald. En dan krijgen we straks een groep generatie 30'ers met puberhersens. Is het doemscenario.
Dat heb ik niet bedacht. Het zijn gewoon psychiaters die dit soort dingen zeggen en daarover schrijven. En ik vind die zorgen net zo interessant als alle mogelijkheden. Ik heb daar geen oordeel over. Ik neem het tot mij, bekijk het, weeg het, geef het door. Hoor de verhalen van anderen. En ga niet een gevecht met mij aan van dat ik een doemdenker ben over media. Want ik ben hartstikke voor media. Ik ben zelf ook 24 uur per dag online en Twitter al vanaf 2007. En mijn kinderen ook ongeveer. Maar hoe zorg je er dan voor dat die schermtijd bij jou thuis in de hand blijft? Bij mij blijft dat dus ook niet in de hand. En die voor mij is ook blijven zitten. Oh, om diezelfde reden. En dat meisje wat ik heb, die is zakt. Ja, dat meisje wat ik heb, dat is zo'n meisje. Die werkt gewoon door alles heen. Doet ze nog haar best, weet je wel. Want die wil gewoon geen onvoldoendes halen. Omdat dat meisje zit op die leeftijd alles in elkaar. Nou, niet allemaal. Aan de linkerzijde nog even een reactie. Ga je gang. Ik wou graag nog een opmerking maken over die schermtijd. En in hoeverre dat nou conflicteert met de tijd die kinderen met hun ouders doorbrengen. We hebben net een onderzoekspaper afgerond met een promovenda aan de Erasmus Universiteit samen met Jeroen Jans. En anders dan wij verwachten was er wat we dat noemen de time displacement hypothese, dus de uitwisseling van tijd, toch vrij stevig significant. Naarmate kinderen langer op welk scherm dan ook online zijn, besteden ze minder tijd met hun ouders. Nou kan je zeggen, dat is misschien dan nog niet zo erg. Maar we hebben in dat onderzoekspaper ook onderzocht in hoeverre zij rapporteren over de kwaliteit van de relatie met die ouders. En daar vonden we ook een significant effect, weliswaar niet zo sterk. Maar toch, naarmate kinderen langer online zitten, zeggen ze dat ze iets minder goede relatie met hun ouders hebben dan kinderen die veel minder lang online zijn. Wow. Dus dat vond ik toch wel nog een nuance in dit debat aanbrengen. Ja, en hoe moet je dat bewustzijn bij je ouders dan weer teweeg brengen, dat ze hiervan op de hoogte zijn? Boek lezen. Ja, ja. Justine gaat het nog meenemen, dit paper, in haar boek. En zij populariseert die inzichten. En dan zijpelt dat langzaam door de samenleving. Maar wat is hier oorzaak en gevolg? Ik bedoel, kan het zo zijn dat die kinderen die sowieso een slechte communicatie met hun ouders hebben, een slechte band, slechte kwaliteit, dat die dan maar het scherm op gaan zoeken? Onze cross-sectionele data niet met zekerheid zeggen. Als jij geld beschikbaar stelt voor panelonderzoek, gaan we dat uitzoeken. Ik had overigens ook nog de bedenking. Je zou dat dan eigenlijk ook nog moeten uitsplitsen. Dat je die fenomenen bekijkt bij die ouders die mee online zitten. Want ik denk, ik kan me wel voorstellen dat als er inderdaad een time displacement is. Als het echt een scheiding is van wat ik doe, daar weten mijn ouders niks van, daar hebben ze niks mee. Wat ik probeerde in het voorbeeld hier van ons aan te duiden, is wij steken heel veel effort in het delen van wat wij online doen en wat zij online doen. Dus in dat opzicht hoop ik dat dan... We hebben in onze modellen wel de activiteiten die ouders ondernemen meegenomen. Dus daar is voor gecontroleerd. Waar we niet voor konden controleren, omdat we die gegevens niet hadden, is of dat die kinderen ook met hun ouders dan weer aan het communiceren zijn. Want dat is natuurlijk ook heel goed mogelijk. Ja. Maar dat wacht ook op nader onderzoek. Maar misschien veel intuïtiever. Hè? De momenten waarop mijn kinderen het filmpje van Gangnam Style, wat nu de wereld rond gaat, met ons kunnen delen. Ja, die zijn net zo precious als het ganzenborden van vroeger. Ja, dat, uiteraard. Wat ik alleen weet is dat op de totale hoeveelheid tijd kinderen online doorbrengen, is het deel wat ze interacteren met ouders betrekkelijk gering. Ja. Ja. Misschien is het leuk om eventjes naar onze man in dat mooie uniform te gaan daar. Boudewijn, jij bent een digitale wijkagent in het zuiden des lands in Limburg. Wat maak jij allemaal mee in de praktijk? Ik kom natuurlijk er altijd bij als het misgaat. Ja. En laat ik vooropstellen dat heel veel dingen al heel vaak goed gaan. Dat is op zich een heel belangrijk uitgangspunt. Dat heel goed veel in de microfoon praten. Dat ouders en jongeren het hartstikke goed doen. Maar goed, vanuit de politie komt natuurlijk heel vaak met de mindere kant te maken. Nou, we hadden het straks over scholen. Ook ik geef af en toe workshops aan ouders en docenten en scholieren. En dan zie je vaak dat ik pas geroepen word eigenlijk als het goed misgegaan is. En dat is ook jammer. Dus wij proberen. Onder andere ben ik inderdaad online wijkagent, dus ik zit 100% op internet. En ik kijk wat jongens al meemaken en welke factor er voor de politie is weggelegd. Met name uit het gebied van strafbaarheid. En uiteraard ook op het gebied van preventie. Maar volgt u of zoeken ze u op? Alle twee.
Ik probeer te zorgen dat wij vanuit de politie voor een laagdrempelig contact kunnen zorgen voor jongeren. Dus dat jongeren op een makkelijke manier met de politie in contact kunnen komen. Om vragen te stellen, meldingen te maken. Van, goh, er is een filmpje van mij online, kan ik er iets mee? En is dat aangifte, is dat strafbaar, ja of nee, et cetera? Wat is sexting, wat is grooming, et cetera? Nou, dat zijn op zich heel belangrijke vragen waarbij jongeren zitten en vaak niet bij anderen terecht kunnen. En dat doen ze en masse? Dat doen ze heel veel bij u? Ja, nou, ik heb het redelijk druk, moet ik zeggen. Dus dat is een goed teken. Een goed teken in die zin dat, dat jongeren mij weten te vinden. En een iets wat zorgwekkend teken, maar goh, waarom gaan ze niet bij anderen terecht? Ik krijg nog altijd het signaal dat jongeren heel vaak zeggen van, nou, met mijn ouders, dat gaat niet lukken. Veel jongeren zeggen altijd van, ja, mijn ouders weten echt niet wat ik doe op internet. Ik ben ook Habbo wijkagent binnen Habbo Hotel. En ook daar heb ik wijkspreekuren en nou, daar heb ik het hartstikke druk. Jongens staan letterlijk in een rij te wachten dat ze met mij kunnen kletsen. Meldingen kunnen maken op het gebied van zeden, huiselijk geweld, cybercrime, etc. Wat in overkomen is. En nou, ook daar ben ik natuurlijk blij mee, maar ook daar is natuurlijk een klein zorgwekkend signaal bij. Maar wat laten de ouders dan liggen volgens u? Nou, liggen is een heel een zwaar woord. Ik denk bepaalde bewustwording, dat werd aan de tafel al heel vaak gezegd. Hè. Als je praat over seksualiteit, over roken, et cetera, dan praat dan ook over de digitale bewustbaarheid. En dat is af en toe heel lastig voor ouders. Hè. Want wij zijn opgegroeid met voetbal, met touwtjes springen. En daar kunnen we met onze kinderen heel makkelijk over communiceren. Als we het hebben over, ik ben 20 keer met mijn MSN gehackt. Hè, doe je MSN toch weg? Ja. Dan kun je een kind zo hard reanimeren. Hè. Dus dat gaat niet. En dat is een onderdeel van de huidige kinderen. En dat is voor ons analoog ingestelde ouders vaak een heel moeilijke. Nou, daarnaast, mijn collega expert van de gemeente en ik hebben een expertgroep opgericht. Waarbij wij het onderwijs aanvullen met het schoolveiligheidsplan. Een protocol en een handvaten aan scholen wil aanreiken. Bijvoorbeeld, het straks werd er gezegd, hè, docenten. Ik maak me af en toe zorgen over de communicatie tussen docenten en leerlingen. Daar hebben we het niet over gehad. Is dat bijvoorbeeld, is het bijvoorbeeld wijs om als docent in privé-tijd met je leerlingen te twitteren? Nou, ik zie landelijk nog wel af en toe wel eens wat dingen voorbij komen waarbij ook docenten vervolgd worden, zelfs aan ontslagen, geschorst worden voor verkeerd geïnterpreteerde communicatiekanalen. Dus ook docenten dienen wij weerbaar te maken van, goh, hoe ga ik met mijn leerling om? En hartstikke goed natuurlijk dat we binnen lesmateriaal gebruik maken van de moderne technologieën. Dat is ook heel erg goed. Alleen die grenzen, dat is een hele lastige. Hè? Van, tot hoever ga ik? Hè? Ga ik ook buiten die klas verder? Van, oh, na school twitter ik wel even de uitslag. En dan gaan we verder kletsen over de problemen die we thuis hebben, et cetera. Nou ja, non-verbaal gedrag werd er straks al genoemd, het wegvalt. Hè? Dat zijn heel gevaarlijke aspecten. En daar maken wij ons af en toe al zorgen om. Dus een van de redenen dat we natuurlijk een beleidsplan, adviesplan willen aanreiken aan het onderwijs bijvoorbeeld. Wat, ja, ik vraag me af, wat doet u eigenlijk, dat vertrouwen wat in u gesteld wordt door die kinderen, dat stelt u niet teleur? Ik bedoel, houdt wel rekening met hun privacy. Wanneer komt u in actie of wanneer vindt u het nodig om in actie te komen? Dat is wel een goede vraag. Een tegenstand tot andere hele goede online diensten, bijvoorbeeld Pestweb, Kindertelefoon, Meldpunt Kinderporn, etc. Online hulpverlening, daar kun je anoniem terecht. Je kunt als betrokkenen, als melder of als chatter of wat je ook bent, kun je anoniem je verhaal vertellen of een melding maken, et cetera. Maar dat kan bij mij als politieagent natuurlijk niet. Want ik heb als politieagent een eed afgelegd. Maar ik heb zelfs bepaalde verplichtingen. Op het moment dat jij als jongen bijvoorbeeld iets bij mij meldt, wat een strafbaar of een ernstig strafbaar feit betreft, dan ben ik verplicht dat ding mee te doen. Maar dat vertel ik ook van tevoren. Dus nou, ja, eigenlijk wat de hele tijd aan zeggen, duidelijk is heel belangrijk. Je moet heel duidelijk zijn. Je moet duidelijk van tevoren aangeven waar je eigen grenzen liggen, maar ook de consequenties. Als je mij iets vertelt, ja, als je mij vertelt, er is gisteren een moord gepleegd en ben er getuige van geweest, ja, adieu, dat gaat niet. Dat wordt voor mij als politieagent natuurlijk heel erg lastig, maar dat vertel ik van tevoren. Op het moment dat jij betrokken bent of je bent slachtoffer van een herhaaldelijk strafbaar feit, bijvoorbeeld een zedenmisdrijf, ja, dan ga ik niet zeggen van, oh ja, is goed, dat zien we volgende keer wel weer. Dan ben ik uiteraard verplicht om er iets mee te doen. Dus vanuit opsporing moet ik daar bepaald gevolg aan geven. Ja, kunnen kinderen die grens goed trekken op het sociale media, wat ze wel of niet vertellen aan een digitale agent? Nou, ik zit het me net af te vragen van als hij zo al het gesprek begint van weet wat je zegt, alles kan tegen je gebruikt worden. Ja. Hoe die zo'n boodschap dan op kinderen overkomt, dat ze dan nog wel alles willen gaan vertellen. Maar ik denk als het iets heel ernstig is waar kinderen mee zitten, dat bouwden wij het zeker weten te vinden. Maar zijn jullie nu ook al preventief aan het rechercheren naar haar? Ik bedoel, als je zei net zelf dat je het ook volgt wat er gebeurt.
Als je een bepaalde oproep ziet, dat je daar de dag erna op de deur, bij de deurmat staat? Ja, nou, voor mij die taak alleen is toch heel erg zwaar. Hè? dus, maar er zijn uiteraard ook meerdere collega's in het land, in korpsen waar dit plaatsvindt. Hè? Nou, het online gedrag monitoren van jongeren is een heel lastig vraagstuk. En doe je naar Twitter volgen, doe je Facebook volgen. Ja, we hebben 1 miljard Facebook-accounts, die gaan we niet allemaal volgen. Hè? We doen veel op meldingen. Dus als jongeren zaken bij ons melden, op die melding, daar gaan we op af. Nou, even vooruit, Peter, zijn dus een terechte opmerking. Als je van vooraf al gaat vertellen van, denk eraan, hè, de grote lamp op je, de politie, kom je halen als je iets vertelt. Nou, die inzicht hebben we uiteraard niet. We hebben de inzicht van, nou, we zijn de politie, jij bent de regisseur van jouw verhaal. Maar ik geef wel aan, op het moment dat jij een serieus verhaal gaat vertellen, wat een strafbaar feit betreft, dan zeg ik van, ho, even wachten. Denk eraan, vanaf nu alles wat je vertelt, dat kan een vervolg geven waardoor ik een bepaalde ding moet ondernemen. En jongeren begrijpen dat best wel hoor. Er zijn ook inderdaad jongeren die zeggen van, nou, spijt me, dan haak ik af. Hè, want ik wil niet dat de jeugdzorg bij mij voor de deur staat morgen. Maar er zijn ook heel veel jongeren, gelukkig is het meeste daarvan, de grootste groep, die zeggen van, dat maakt me echt helemaal niks uit. Je mag mijn IP-adres hebben, maakt allemaal niks uit, maar ik wil mijn verhaal kwijt. Daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee. Dat begrijp ik. Wat vinden we hier aan tafel van deze ontwikkeling bij de politie? Ik moet zeggen, ik vond eigenlijk uw vraag een beetje raar. Ga je er dan ook wat mee doen? Alsof wat er online gezegd wordt niet onderdeel van de echte wereld is waar echte actie op moet gebeuren. Ik denk dat voor die jongeren, wat op het moment dat ze met u praten, of dat nu via Habbo is of whatever, is een even echt gesprek dan als u gewoon wijkagent in een kantoor zou zijn. Ja, nee, oké, maar dat is een beetje een strafrechtelijk verhaal. Ik denk als er wordt opgeroepen van laten we daar en daar samenkomen, we gaan een feestje bouwen. Dat mag, denk ik, dan hoef je niks te doen. Maar als je zegt we gaan daar en daar naartoe om iemand in elkaar te slaan, denk dat je dan in actie moet komen. Dat lijkt me missen. Ja, maar dat feestje bouwen willen ze tegenwoordig ook wel actie ondernemen. Nou, maar daarom van wat? Nee, maar precies. Dus dan is het van waar ligt voor de politie in dit geval die grens? Ja, ik denk dat je op een gegeven moment alert raakt op zaken die er gebeuren. En wat u zegt is heel erg terecht. En ik vraag mij af of wij als mensen uit het jaar Kruik, zeg maar, of wij altijd in de gaten hebben dat de grenzen tussen het online leven en het werkelijke leven het elkaar in de ogen kijken. Bij ons zit er vaak nog verschil tussen. Van ja. Ik ga nu online en nu ben ik offline met jou aan het praten. Maar dat gaat bij kinderen en jongeren loopt dat allemaal door elkaar. Ja. Dat is ook zo grappig dat ze dus in één ruimte met elkaar online kunnen Facebooken. En dan hebben ze echt een goed gesprek. En ze bekijken elkaar ook nog eens in het echt. En bij ons is daar zoveel. We zijn zo geneigd, ja, om daar allemaal grenzen. Dus ik vind het heel logisch. Als iemand bij uw bureau binnenkomt en zegt, hey ho, we gaan een Project X Maastricht starten. Goed idee, hè? Dan zult u waarschijnlijk ook meteen reageren. Ja, dus of dat nou offline of online gebeurt. Zelfs. Ja, maar ik denk dat je bedoelde dat er voor kinderen het moet wel even duidelijk zijn dat als ze een hulpverlener via meldknop.nl te pakken hebben, dus dat met iemand te communiceren van de hulpverlening, dat die natuurlijk een andere, ja, functie en rol en ook verplichtingen, ja, heeft. Niet verwarren met de kindertelefoon bijvoorbeeld. Dat is iets, ja, anders. En dan kan je dus je verhaal vertellen en dan gebeurt er helemaal niks mee. Terwijl Boudewijn zegt van, nou, ik moet handelen, ja, als ik dingen hoor waar ik op verder moet of zou kunnen rechercheren. En ze zijn strafbaar, ja. En dat moet voor kinderen natuurlijk wel goed duidelijk zijn. Nou, je, helemaal correct natuurlijk. Ja, we kampen bijvoorbeeld bij Twitter bijvoorbeeld. Hè. Een tijdje hebben we er last van fake accounts. Hè, van bekende Nederlands, politici, et cetera. Die opeens over Marokkaantjes beginnen te twitteren. En ik, oh, wat is dat nou? Terwijl het allemaal fake accounts zijn. Dus je moet inderdaad laten zien wie je echt bent. Nou, bij een politiebureau is dat natuurlijk makkelijker, hè. Dat is een politieboer met een groot logo erop. En iedereen weet, als je daar binnen loopt, is volgens mij allemaal mensen in blauw. Als je online jezelf presenteert als overheidsinstantie, dan moet je inderdaad ook die betrouwbaarheid kunnen borgen. Ja. Nou, dat is soms natuurlijk wel lastig. Nou, als voorbeeld, binnen Habbo Hotel is dat een stuk makkelijker. Ik heb daar een unieke politiebadge, heb ik daar. Die wordt niet nagemaakt. En iedereen weet, dat is de echte wijkagent. En daardoor kan ik aan die wijkagent alles vertellen. Want ik weet van Habbo, die heeft mij aangewezen, dat is de echte wijkagent en verder niemand. Nou, dat is een stukje betrouwbaarheid wat je zegt. Dat is ook heel belangrijk. Hè? Dat mensen ook weten dat ik de echte wijkagent ben. En geen iemand die mij nabootst. Eens even kijken wat die jongen allemaal aan de politie gaan vertellen.
Ja, want kijk, overal waar kinderen zijn, bedoel, we kunnen het natuurlijk, hè, mediawijsheid, we moeten het niet voortdurend hebben over die nare dingen, maar ze zijn er natuurlijk wel. En als je een politieagent aanspreekt, dan krijg je dus die nare dingen te horen. Maar overal waar kinderen zijn op internet, zijn ook mensen die iets met kinderen willen, waar je als ouder misschien van denkt van toch maar liever niet. En dat geldt ook op van die hulpsites, van die sites waar jongeren bij elkaar komen en dan stapt er iemand omhoog, steekt zijn vinger op van ik ben heel goed in het helpen en ik kan heel goed luisteren. En dan, dan zitten daar dus ook mannen achter die vervolgens groomers worden genoemd. Ja. Wat is de privacy die je kinderen moet gunnen op het internet of op het gebruiken met sociale media? Het hangt natuurlijk heel sterk af van de leeftijd van het kind. Bij hele jonge kinderen dan ben je natuurlijk als ouder ben je daar veel directer op betrokken en moet je daar veel mee op zitten. Maar zo gauw ze wat meer zelfstandig worden, middelbare schoolleeftijd, ja, dan kun je daar wat losser in omgaan. En dan verdienen kinderen ook hun eigen privacy en hun eigen wereld. Hè. Dan hoef je daar als ouder niet meer constant bovenop te zitten. Zolang je maar wel op een afstand nog steeds aan je kind laat merken van dat je er wel voor je kind bent. En dat je die vertrouwensband gewoon probeert zo goed mogelijk te bewaren. Dat mocht er iets misgaan, dat kinderen gepest worden of een vervelende ervaring hebben via de media, dat ze wel weten van, ik kan bij mijn ouder terecht. Of bij een oom of een neef of nou, welke volwassenen dan ook. Ja, we hadden voor de pauze dat gesprek waar we het over hadden, die ouders met kinderen aangaan, is dat, ja, ik ben even op zoek naar hoe je dat nog steeds moet aangaan, want dat is uiteindelijk toch een beetje de eindconclusie van vandaag. Nou, dan ga ik het toch maar zeggen. Je moet echt de vragen stellen aan je kinderen. Alle onderzoeken, er komt elke keer weer op neer. Het gaat om praten. En dat is de basis. En het is heel cliché, maar dat is de opvoeding die die relatie waarbinnen alles gebeurt. En het moet onder woorden gebracht. Want dat is ook heel bijzonder. Als ik een groep van groep 7 kinderen, wat zijn ze 11 jaar, in een kring zet. En dan vertellen ze mij verhalen over wat ze hebben meegemaakt op internet. En dan dat is vaak de eerste keer dat ze die ervaring of onder woorden brengen. En dan zie je gewoon dat moment dat ze dat verhaal vertellen, dan gebeurt er iets in die kopjes. Dan horen ze zichzelf voor het eerst dat verhaal of die ervaring vertellen. En dan krijgt het, dan zijn ze ook bezig naar zichzelf te luisteren. Dus dan gaan ze er ook zelf iets van vinden. En dat daarom is gesprek zo belangrijk. Moet je er denk ik wel bij zeggen van hoe je dan met kinderen praat. Hè? Want je kunt natuurlijk met een opgeweven vingertje gaan praten. Hey, zeggen precies. Van ho even, want. Hè? En kinderen die vinden het heel, heel moeilijk hoor om echte vragen te krijgen. Want dan moeten ze nadenken. Een echte vraag is een vraag waar je het antwoord niet van kunt opzoeken via Google. Het is een vraag waar je over moet nadenken. Dat je niet precies weet. Ja, hoe zit dat eigenlijk? Wat vind ik nou eigenlijk? Dus dat al pratend ben je bezig te bedenken, wat vind ik daarvan? Een echte vraag is een vraag waar, als ik hem stel, ook het antwoord niet op weet. Er is ook geen goed en geen fout antwoord. Kun je een voorbeeld geven van een echte vraag? Nou ja, bijvoorbeeld die vraag waar ik jaren geleden al mee kwam, van hoe was het vandaag op internet? Heb je nog iets leuks meegemaakt op internet? En dat is niet van ja, nee. Maar dan vraag je door van vertel eens. Eigenlijk is vertellen een echte vraag, terwijl er geen vraagteken achter staat. Hè? Je bent ook geïnteresseerd in het antwoord. En niet van, had ik je nou net niet gezegd dat je die tas daar niet moet neerleggen? Dat is geen echte vraag. Maar ook niet, ik wil weten of jij je huiswerk goed geleerd hebt. Ik stel de vraag, jij geeft het antwoord en ik zeg dat het is goed of fout. En nog geen 10% van de vragen die kinderen krijgen op een dag zijn echte vragen. Dus als je ze er eentje stelt, dan zijn ze ook een beetje... Dan lopen ze leeg. Nou, als ze dan eindelijk het vertrouwen hebben, ze gaat ook luisteren, dan wel. En anders dan roepen ze gewoon van, wat is hier aan de hand? En ik geef ook ouderavonden en dan oefenen we met twee acteurs, oefenen we het stellen van echte vragen. En dan komt een ouder met een voorstel van zo'n vraag uit de zaal en dan spelen zij dat. En dat gaat heel vaak fout. Het zijn 9 van de 10 keer zijn dat ook preken. Soms duren ze ook wel een minuut zo'n echte vraag, zogenaamde echte vraag. Dan zeg ik, sorry, maar dat was dus geen echte vraag. Zijn er nog echte vragen in de zaal ten aanzien van dit onderwerp? Want anders willen we toch een soort van conclusie toe. We gaan even naar die kant. Ik ben Miri Berkhout van Mediawijzer.net, de netwerkorganisatie op gebied van mediawijsheid. En wat mij hier opvalt is, we hebben het over heel veel dingen.
Maar wat ik nog mis is van hoe kun je ouders nou echt enabelen en aan de slag laten gaan met hun kinderen. Want vanuit onze onderzoeken die wij hebben laten doen, zien we dat dat heel cruciaal is. Dat ouders over een grens heen stappen en zich echt gaan bemoeien met hun kinderen. En ook naast de computer gaan zitten en meebeleven en meepraten en meemaken wat het kind beleeft. Want je ziet dat er langzaamaan twee talen ontstaan. De ouderwetse taal van de ouderen. En de taal van het kind. En die beide moeten bij elkaar komen. Want je kan wel zeggen, vertel eens. En dan gaat zo'n kind vertellen. En als je de helft niet snapt, en je kan het niet volgen, je kan niet doorvragen, dan ben je er ook niet. Nee, dus maar je moet zonder dat je iets weet, kun je heel veel doorvragen. Juist vanuit een houding dat je het niet weet, maar wel oprecht geïnteresseerd bent, ga je op een natuurlijke manier echte vragen stellen. En je moet dus niet bang zijn dat je het zou moeten weten voordat je zo'n gesprek Klopt. En daar zit hem de crux. Ouders zijn handelingsverlegen. Ze durven die stap niet te maken. Ze denken, nou, die kinderen die hebben het naar hun zin. Het gaat allemaal wel goed. Tenzij ik hoor dat het fout gaat. Dus ik hoef niet met ze te praten. En ik weet ook niet waar ik het over ga hebben. En ik durf het eigenlijk niet. En dat, hè, van hoe krijg je die ouders nou over die drempel heen? Dat ze wel dat ze een steuntje in de rug hebben. En dat ze in gesprek durven gaan met hun kinderen. Dat zou ik aan jullie willen vragen. Maar heeft u vast zelf ook over nagedacht? Misschien kunt u voorzet geven. Nou ja, je zou kunnen denken aan iets van een campagne of een Postbus voorlichting of noem maar op. Maar ik denk dat het interessant is voor jullie om te behandelen. Ik moet zeggen, ik ben het wel helemaal eens. En het was ook een beetje, denk ik, wat u in de vraag meegegeven hebt. Ik denk dat er gewoon ook, als we het hebben over mediawijsheid, dan kijken we heel snel naar wat moeten kinderen en jongeren krijgen aan wijsheid. Maar ik denk dat er net zo'n grote verantwoordelijkheid is van wat moeten ouders krijgen aan wijsheid. Want die twee moeten samenlopen. En waar we het in de pauze ook over hadden is, wat je ziet is, vaak lopen kinderen voor. Dus je moet ook de bereidheid hebben om te leren van je kinderen. En de buddy projecten zoals u ze noemde, van wat oudere mensen met jongere mensen laten samenwerken. Werkt heel goed, is daar een voorbeeld van. Maar wordt vaak nog al heel technisch bekeken. Van hoe leer ik met een iPad omgaan? Nou ja, vraag het aan je neefje. En dat werkt. Maar dat willen leren van je kinderen gaat ook over de content die ze op het internet tegenkomen. En dat is een even grote challenge. Misschien zelfs groter voor volwassenen dan dat het voor kinderen is. Hoe trigger je dat? Want dat was uw vraag. Heel raar neem ik dan even de vergelijking met. We hebben heel nadrukkelijk gekeken hoe kan je bedrijfsleiders positiever naar mobiel werken laten kijken. We weten uit ons leefritme kenniscentrum onderzoek dat mensen heel graag tijds- en plaatsonafhankelijk werken. Maar ook dat heel veel ondernemers daar nog wat minder open tegenover staan. En wat wij daar gezien hebben is, als je ze de tools geeft om er zelf mee te experimenteren, dan heb je twee kansen. Dat is of ze vinden het leuk en dan plots gaat de deur open, of ze vinden het niet. Dus die triggers van hoe volwassenen dat doen, dan zeg ik van, ja, die zitten eigenlijk bijna ingebakken in het feit dat die hele ICT-industrie daarvan moet zorgen dat mensen het leuker en leuker beginnen te vinden om met die dingen mee te doen. En in die zin heb ik bij Habbo Hotel het idee van, ja, dat is inderdaad een bijna een kinderwereld op zich. Maakt dat ook leuk voor volwassenen om daar toch terug mee bezig te zijn. Nee, maar dat hoeft ook helemaal niet. Maar als je praat over wat ze daar meemaken, dan is dat de betrokkenheid die je kunt tonen. Ik weet niet of het een echte vraag is, maar ik heb dat echt van Justine geleerd. Wij vragen echt meerdere keren in de week, hoe was het vandaag op Facebook? Of heb jij nog een leuk filmpje gezien? Ik ben hier en hier mee bezig. Weet jij nog een leuk filmpje? Ja, de delen komt van de YouTube-filmpjes vind ik fantastisch. Dan zit je met z'n tweeën achter zo'n laptop. Ik kijk regelmatig dat ik denk van, nou ja, dat jij dat leuk vindt. Het zal wel bij je leeftijd horen en ik ben oud. En zo voelt het nu ook. Maar er zijn regelmatig dat er filmpjes getoond worden. En dat ik denk van, oh, hier kan ik wat mee. Dit kan ik aan andere ouders laten zien. Of hier leer ik zelf wat van. Hier leer ik jou beter. Beter van. En het is een hele simpele vraag. Heb jij nog een filmpje gezien? Ja. Maar er zijn misschien heel veel ouders die het minder leuk vinden. Dan ben ik ook
wel benieuwd hoe je... Nee, maar je ziet wel... Kijk, ouders zijn geïnteresseerd in hun kinderen. Je moet ook een beetje geduld hebben. Het moet ook allemaal niet van de ene op de andere dag. Hoe oud is dat hele mediawijze het expertisecentrum nou pas, weet je wel? Ik bedoel, we zijn nog maar zo heel kort bezig in de geschiedenis. Terwijl als je ziet hoe snel die ontwikkelingen gaan. We zien nu bijvoorbeeld dat in een derde van de gezinnen met kinderen tussen de 0 en de 4 is een iPad in huis. Huh? Dat is waanzinnig gegroeid. Een deel daarvan heeft al 2 iPads. Want ja, met mama en papa samen en kinderen of andersom, weet ik veel. En een oma erbij. Dus aan 1 heb je er niet genoeg. Vervolgens zie je dat al die ouders, die zijn op zoek naar, voor het eerst ook, heel actief op zoek, wat zijn leuke apps voor mijn kinderen? Want het gaat niet vanzelf. Je kunt niet zeggen tegen dat kind, ja, die gaat wel van alles doen, tikken en vegen en zo, maar de goede apps erop zetten, daar moet je toch even iets voor doen. En dat ding kost ook €600, dus daar wil je ook best nog even bij zitten. En vervolgens gaan ze dat uitwisselen en dan gaan ze daarover praten. En je hoort ouders zo enthousiast praten over juist de inhoud van mooie apps en dat uitwisselen van wat is een leuke app. Dus het komt vanzelf. Het is al veel meer dan een paar jaar geleden. De pubers van nu hebben dat niet meegemaakt, dat ze samen met hun ouders achter de computer zaten, dingen ontdekken die leuk waren voor ze om te doen. En nu gaat het komt gewoon. Nog even geduld, vrees ik. Ja. Ah, je kunt het wel helpen stimuleren. Ja, dat doe ik ook. We zijn met dat project van DigiDreumes zijn we ook juist bezig om in de kinderopvang te zorgen dat die professionals ook veel beter op de hoogte komen van wat zijn er dus voor educatieve apps en educatieve dvd's en tv-programma's, al die media die dat kunnen stimuleren voor kinderen. En de bedoeling is wel van dat zij dat dus op de groep gaan doen met die kinderen en dat ze daar ook met ouders weer in contact komen. Ja, en dat er ook overdragen, uitwisselen. Het moet educatief zijn voordat het mag, weet je wel. Ja, maar educatief moet je dan heel ruim zien. Precies. Ja, nee, maar het ook amusement. Ja. Maar dat je daar die bewuste keuze in maakt van nou, wil je gewoon je kind dat hij lekker zich even kan ontspannen? Nou, daar heb je ook prachtige producten voor. Ja. Maar wat ik denk ik ook nog heel belangrijk vind, is je zegt van ja, wat voor ouders. Volgens mij moeten ze ook van tijd tot tijd ook gewoon eens even een spiegel voorhouden. Want ouders zijn natuurlijk ook gewoon een rolmodel. En je kan zeggen van je moet praten met je kind en hoe praat je en goede vragen stellen. Dat is allemaal hartstikke belangrijk. Maar ook gewoon eens van tijd tot tijd kijken naar je eigen gedrag. Zet je 's ochtends vroeg als je opstaat gelijk ook die tv aan en laat je hem de hele dag maar 80% lopen. Van de volwassenen heeft zijn eigen smartphone binnen handbereik naast zijn bed liggen. Ja, en hoe vaak dus zit je zelf niet het eerste wat ze doen als ze wakker worden is kijken. En daarmee geef je, gewild of ongewild, geef je ook weer een voorbeeld aan je kinderen van nou, wat spelen die media voor rol in je leven. En het heeft ook weer invloed op de contactmomenten die ze met elkaar hebben. Ja. Hallo, hoe gaat het met jou? En het kan positief zijn, maar ook niet. Ja. Joost, zou je nog even met de microfoon die kant op kunnen? Ja, nou, ik wil nog even iets opmerken, want het gaat nu, de discussie gaat heel erg over wat er binnen huis gebeurt, zeg maar, en het contactmoment met de ouders. Maar ik vind dat er ook wel wat aandacht mag zijn voor het contact wat de ouders dan met hun kind hebben buiten huis. Want interessant voor Vodafone is dus ook dat met de intrede van WhatsApp hebben veel meer kinderen echt, nou ja, wat directer contact met hun ouders. En nou ja, ik merk het zelf ook in mijn vriendschappen. Met alles eigenlijk, ook met mijn ouders, heb ik veel meer contact via WhatsApp. En nou ja, het is een hele andere manier van communiceren. En het is niet meer zo die drempel van, oh, mijn moeder belt, hoe laat ik thuis kom. Nou ja, als zij een WhatsAppje stuurt van, zo laat gaan we eten en zorg dat je erbij bent. Nou ja, dat is wel een hele andere manier van communiceren. En het is, je moet het niet zien als een soort verplaatsing, want ja, we bereiken ze niet meer op het internet. Maar het kan ook een aanvulling zijn op de communicatie met je kind. Van hoe kan ik mijn kind nog meer bereiken? En nou ja, via WhatsApp bijvoorbeeld. Echte vragen stellen via WhatsApp. Dat is dan. Ja. Nou ja, ja, het is een manier om, om ook te communiceren. Geen echte vraag. Dus. Ja, goed punt, denk ik. Ja, ja. Nee, ik denk dat je gelijk hebt. En ik denk ook dat het heel veel gebruikt wordt. Dat ook cijfers, goede voldoendes en zo, worden bij ons thuis ook heel veel via de WhatsApp doorgegeven. Ja, foto's delen, filmpjes, dat gebeurt ook via WhatsApp steeds meer. En je hebt speciale groepen, dan kan je een familiegroep maken met broers en zussen erbij. En maar dan heb je wel weer altijd zien wie wanneer online was. Wie wanneer voor het laatst online was. Dat is geweldig. Ja, je hebt een geweldig controlemechanisme. Maar je merkt ook weer dat dit wel in bepaalde gezinnen gebeurt. Ook waarvan de ouders weer geïnteresseerd zijn in ICT, daarmee bezig willen zijn, daar de lol van inzien. En dat is een beperkte groep, denk ik. Kijk nu even schuin naar jou, want je hebt daar meer verstand van. Ik weet niet hoeveel ouders WhatsAppen, maar dat is wel eens een leuke vraag om eens neer te leggen bij de heren onderzoekers. Hebben fact-checkers hier? Hoeveel ouders WhatsAppen er al? Nou, ik denk dat daar zie je gewoon telkens weer het fenomeen dat dingen
een beetje exclusief beginnen, maar heel snel mainstream gaat. Elke technologische ontwikkeling, en WhatsApp is ook maar een app wat dat betreft. De iPad die u noemde, nou ja, dat loopt, dat heeft gewoon gelijke tred met hoe dingen mainstream worden. Ja. Maar net zoals u zei, van inderdaad, de manier waarop je dan met je ouders communiceert, is een aanvulling, is het hele, nou ja, emoticons zijn dan nog een beetje een primaire vorm van het uitdrukken van je emoties, maar allerlei signalen en betekenaars die online gebruikt worden, zijn eigenlijk net zo goed een aanvulling van dat non-verbale gedrag. En dus je kan zeggen van ja, er is een risico dat ze dat non-verbale gedrag niet herkennen en niet meekrijgen. Dus ook een groot risico als je dat hele internet emotionele taalgebruik niet mee hebt, ja, dan ben je eigenlijk ook gehandicapt voor de toekomst. Dus dat. We gaan naar het einde toe. Waar staan we over 20 jaar in deze discussie? Of in deze discussie? Dan hebben we geen niet. Discussie meer. Nee, dus zitten we allemaal zo. Ja. Nee, oppassen, we hoeven niet meer om de tafel te gaan zitten. Daar zullen we nog steeds de discussie voeren. Nee. Als ik terugkijk, 20 jaar geleden hadden we over het E-team en dat allemaal zo slecht was voor jonge kinderen op televisie. Ja. Het wordt nog steeds uitgezonden, je hoort er nu niemand over. En nu hebben we een ander probleem waar we de discussie over voeren. Het houdt ons van de straat en bezig. Ja, alleen denk ik niet dat we nog zo zitten of zo zitten. Als je de technologische ontwikkelingen ziet, dan gaat, waar ik heel enthousiast naar uitkijk, is de projectietechnologie. Op het moment dat die verbetert. Want dan gaan al die dingen waar we nu een scherm voor nodig hebben, ja, die gaan gewoon in een augmented reality layer, gaat die in onze wereld staan. Ja. Maar ik denk dat over 20 jaar moeten we lachen om deze discussie. En dan zijn we daar al zo overheen gegroeid. Is het zo'n onderdeel? Ik wil jullie danken. We blijven straks nog even in het nu, want er zijn nu ook al leuke tools. En daar gaat Vodafone straks natuurlijk meer over vertellen. Maar voor nu bedankt Justine Pardoen, Marina van der Wal, Peter Nikke en Philip de Wulf. Dankjewel.